Goedemiddag, alle aanwezigen, van harte welkom bij deze persconferentie van het OKB. Mag ik welkom heten de voorzitter en de leden, de secretaris, de plaatsvervangende leden en de medewerkers van het OKB. Ook heet ik welkom leden van de pers en vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Welkom. Ja. U hebt de informatie gehad. Dit is de persconferentie van het onafhankelijk kiesbureau. Een kleine mededeling. Indien u nog niet in staat bent geweest om te registreren, als u dat even in orde maakt en ook een perspakketje in ontvangst neemt. Heel kort, ik dacht dat er een uurtje is uitgetrokken hiervoor, dus wij gaan heel streng letten en dat het een vlot verloop heeft, om en bij, een uur. Dus ik wil u vragen, zo dadelijk komt de voorzitter aan het woord, die houdt zijn presentatie en dan hebt u de ruimte om elk twee vragen te stellen in de eerste ronde. Ja? En ik wil u vragen, beleefd vragen, om echt heel concreet uw vraag te stellen. En dan gaat de voorzitter daarop in. En indien nodig, dan komt er ook een tweede ronde. Ja? Goed. Mij is gevraagd om ook de leden en de plaatsvervangende leden hier aan u voor te stellen. Ik wil vragen, als ik uw naam noem, als u even... Even opstaat, dan ziet men wie hier zit. Ja? En welke naam bij welk gezicht hoort. Alvast bedankt. We hebben wel enkele afmeldingen wegens uitlandigheid en ziekte. Dus wij presenteren u de aanwezige leden en plaatsvervangende leden van het OKB. De heer Samser Ali Sheikh Ali Baks, voorzitter. Ja, dank u. Raveen Sourshbali, plaatsvervangend voorzitter. Dank u. Annemarel Linger, lid. Dank u. Cecile Fallis, lid. Dank u wel. Karel Hokkahin, lid. Dank u wel. Reita Jumrati, lid. Dank u. Hendrik Jamaluddin, dank u. Raj Jatnanan Singh, ja. Paul Lang, goedemiddag. Sonja Bron, dank u wel. Plaatsvervangend lid Nancy Shang Kui-shun en het plaatsvervangend lid Anushka Gopalrai. Ik zei u ook, de secretaris, die is in ons midden, Anil Kumar Seogobind. Yes. Beste mensen, dat is dus... Mijn guns, heb ik mevrouw Pettersen vergeten? Mevrouw Felicia Pettersen, mijn excuses. Okay. Goed, ja, we hebben het net erover gehad. We hebben zo meteen een presentatie van de voorzitter... U hebt de ruimte om vragen te stellen. We vragen in eerste instantie twee vragen per journalist. Geeft u AUB aan uw naam en het mediahuis welke u vertegenwoordigt. Ja? En dan kunt u uw vraag stellen. Heel concreet AUB en dan gaat de voorzitter daar verder op in. Goed. Als ik niets vergeten ben, dan wil ik het woord dan geven aan de voorzitter. Ja? Dank u wel. Ja, prima. Dames en heren, van harte welkom op deze persconferentie van het Onafhankelijk Kiesbureau. Het doet ons goed om u allen hier te mogen verwelkomen
en wij danken ook voor uw aanwezigheid. Deze persconferentie is bedoeld om de media en ook de kijkers thuis aan te geven wat de taken en de bevoegdheden van het Onafhankelijk Kiesbureau zijn, wat wij allemaal tot nu toe hebben gedaan als het Onafhankelijk Kiesbureau en wat zullen wij nog doen of wat zit allemaal in de planning om te doen op weg naar de verkiezingen van 2025. Deze persconferentie hebben wij al enkele maanden terug besloten om te organiseren. Echter werden wij geconfronteerd met het feit dat de wettelijke regeling, met name de kiesregeling, nog gewijzigd zou moeten worden. Zoals u recentelijk ook heeft meegemaakt, dat in de laatste week van de maand mei 2024 de kiesregeling wederom is gewijzigd. In oktober 2023 is de kiesregeling gewijzigd naar aanleiding van de beslissing van het Constitutioneel Hof. Dat oordeelde dat bepaalde bepalingen, met name artikel 9 en 24 van de kiesregeling, in strijd waren met de grondwet en met internationale mensenrechtenverdragen. In oktober 2023 is de wijziging gekomen, maar naderhand is toen ook besloten om enkele andere bepalingen van de kiesregeling te gaan wijzigen en dat is recentelijk gebeurd. Vandaar dat wij deze persconferentie nu pas houden. De wet is, zoals ik zei, aangenomen recentelijk in de derde week van de maand mei en 31 mei is het gepubliceerd. In juni is die wet dan in werking getreden. En vandaag zitten we op 4 juni, dus precies 3 dagen na de inwerkingtreding van die wet houden wij deze persconferentie. Verkiezingen is een belangrijke pijler in onze maatschappij binnen de democratie. En wij, als wij onze grondwet van de Republiek Suriname bekijken, als ook de verkiezingswetten, dan ziet u dat verkiezingen een van de belangrijke pijlers is binnen onze democratie. En OKB vervult een belangrijke rol voor wat de verkiezingen betreft. Het is ook belangrijk om u even aan te geven een korte historie van het Onafhankelijk Kiesbureau. Dit bureau is op 6 oktober 1977 ingesteld. In de grondwet van 1975 was reeds een bepaling opgenomen dat in grote lijnen aangaf dat er een onafhankelijk kiesbureau is dat toezicht houdt op de algemene verkiezingen in Suriname. En in de grondwet van 1987 is in artikel 60 ligt het verankerd het fundament van het onafhankelijk kiesbureau. De instelling van dit bureau heeft plaats gehad bij de kiesregeling en wel in artikel 1 van deze kiesregeling. Het Onafhankelijk Kiesbureau levert een wezenlijke bijdrage, zowel op nationaal vlak als op internationaal vlak, en heeft tot nu toe een goede naam weten te verwerven voor wat toezicht houden op verkiezingen betreft. Suriname daarentegen heeft een hele goede reputatie opgebouwd door de afgelopen jaren om goede verkiezingen te kunnen houden. En natuurlijk zijn er verbeterpunten. Dat lezen we ook in de verslagen van de Organisatie van de Amerikaanse Staten en andere documentatie. Maar dat Suriname redelijk goede verkiezingen organiseert, dat staat buiten kijf. En het Onafhankelijk Kiesbureau heeft sinds haar oprichting een kardinale rol gespeeld in het helpen bewaken van de democratie in Suriname. Over bewaken gesproken,
het OKB bewaakt als een van de pijlers van de democratie, als een van de belangrijke pijlers van de democratie, en dat is eerlijke, vrije en geheime verkiezingen houden, organiseren en houden van eerlijke, vrije en geheime verkiezingen. Daar fungeert OKB als een waakhond, zodat er transparantie geboden is en dat er informatievoorziening is naar de samenleving toe. Informatievoorziening wordt heel belangrijk geacht. Binnen de informatievoorziening kunnen we ook meenemen de kiezerseducatie en de civic education, zoals wij die noemen. De importantie van het bestaan van het OKB blijkt ook uit het feit dat reeds in artikel 1 van de kiesregeling de wetgever de instelling van het OKB bekend maakt en de toekenning van zeer zwaarwichtige, uiterst verantwoordelijke en nobele rol die aan het OKB zijn toegekend. Toezicht houden op de algemene, vrije en geheime verkiezingen door het onafhankelijk kiesbureau en de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving bindend verklaren zijn slechts enkele bevoegdheden en taken van het onafhankelijk kiesbureau. Het OKB houdt toezicht binnen het geheel verkiezingscyclus. En deze cyclus bestaat uit drie fasen: de pre-electorale fase, de electorale fase en de post-electorale fase. En in al deze drie fasen verricht OKB belangrijke activiteiten conform haar taken verankerd in de kiesregeling. En haar toezicht strekt zich onder meer tot de volgende. Wij houden toezicht op de wijze waarop het kiezersregister, waaruit uiteindelijk de kiezerslijsten worden geproduceerd, wordt bijgehouden en de samenstelling van de kiezerslijsten. Hoe worden de kiezerslijsten samengesteld? Hoe wordt het kiezersregister bijgehouden? Dat zijn twee belangrijke activiteiten waarop het OKB toezicht houdt. Verder, de kiezerslijsten worden ook ter inzage gelegd door het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met andere actoren. En het OKB houdt ook toezicht op deze ter inzagelegging. Verder, distributie van stembureaumateriaal, distributie van oproepingskaarten zijn ook belangrijke zaken die in de kiesregeling vastgelegd zijn. Daar houdt OKB ook toezicht op. Stembiljetten, die moeten gedrukt worden, die moeten getransporteerd worden, die moeten veilig opgeslagen worden, die moeten gedistribueerd worden naar de verschillende hoofdstembureaus. Op al deze activiteiten houdt het onafhankelijk kiesbureau toezicht, zodat alles richtig en feilloos verloopt. Veilig en feilloos. Ook bij de kandidaatstelling van de politieke partijen, bij het Centraal Hoofdstembureau en bij de hoofdstembureaus, daar houdt het onafhankelijk kiesbureau toezicht op. Na de kandidaatstelling moeten de kandidatenlijsten ter inzage worden gelegd. Het OKB ziet erop toe dat die ter inzagelegging van de kandidatenlijsten ook plaatsvindt en dat ruimte geboden wordt aan degene die inzage wensen te nemen, dat die personen inderdaad die ruimte krijgen. Verder zijn er op de dag van de verkiezingen, op de dag der stemming, stembureaus landelijk die opereren. Het OKB ziet erop toe dat deze stembureaus conform de wettelijke regelingen hun taken verrichten. Het begint ook al bij de openstelling van de stembureaus. Wij zien erop toe dat de stembureaus tijdig opengaan, dat het stemmingsproces goed verloopt, dat de sluiting van de stembureaus tijdig plaatsvindt en dat het tellingsproces ook conform de wet geschiet. Na
de telling komt het hoofdstembureau ook in beeld, waar naartoe alle materialen worden getransporteerd. Het OKB houdt ook op de hoofdstembureaus in dat traject toezicht. De openbare verkiezingen, openbare vergaderingen van alle verkiezingsinstituten, in het bijzonder van de hoofdstembureaus en van het Centraal Hoofdstembureau, houdt het OKB toezicht. De wet geeft ook enkele specifieke taken en bevoegdheden. En de bevoegdheden, enkele daarvan zijn ook het opvragen van inlichtingen aan de districtscommissarissen met betrekking tot de uitreiking van oproepingskaarten. En daarbij is het OKB ook bevoegd om aanbevelingen te geven. Daarnaast ziet het OKB ook erop toe dat aan de stembureaus uniforme instructies worden gegeven, zodat er geen verschillende werkwijzen of afwijkende werkwijzen bestaan bij stembureaus. Het opvragen van inlichtingen aan de voorzitters en overige leden van de hoofdstembureaus en van de stembureaus behoort ook tot de bevoegdheden van het onafhankelijk kiesbureau. En de stembureaus en de hoofdstembureaus dienen op verzoek van het OKB de inlichtingen te verstrekken. En binnen de pre-electorale fase, in het bijzonder, heeft het OKB ook de bevoegdheid om de bureaus van openbare dienst te bezoeken en daar onderzoek te verrichten en ook de nodige inlichtingen in te winnen. Het OKB is ook bevoegd om de minister van Binnenlandse Zaken te vragen, voor zover zij constateert dat er aanvullingen en verbeteringen van de kiezerslijst moeten plaatsvinden, dat de minister die aanvullingen en de verbeteringen ook aanbrengt. Verder ziet het onafhankelijk kiesbureau ook erop toe dat de districtscommissarissen de maatregelen treffen dat de kiesgerechtigden zelfs op de dag der stemming hun oproepingskaarten kunnen ophalen op de locaties zoals vastgesteld door de districtscommissarissen. Meestal worden de oproepingskaarten op dat moment bezorgd en afgegeven bij de stembureaus en de kiezers kunnen daar ophalen. Het OKB ziet op al deze zaken toe dat deze zaken inderdaad gebeuren. Het OKB ziet ook erop toe dat de minister van Binnenlandse Zaken aan het OKB op meest korte termijn inlichtingen verstrekt die het OKB voor de uitoefening van haar taak nodig acht. Verder heeft het OKB ook de taak om politieke organisaties te registreren in het openbaar register dat voor dat doel in het leven is geroepen. Deze zijn enkele taken en bevoegdheden uit de kiesregeling en uit de decreet politieke organisaties. Zoals bij u bekend, heeft het constitutioneel hof op 5 augustus 2022 een beslissing gegeven over de wijziging van het kiesstelsel. Het belangrijkste beginsel dat daar aan de orde kwam was de one person, one vote, one value. En dit beginsel of dit principe houdt in dat er gelijke vertegenwoordiging moet zijn bij het stemmen. Alle stemmen dienen gelijke gewicht te hebben en elk persoon heeft recht op één stem. Naar aanleiding van deze beslissing van het constitutioneel hof heeft de regering samen met de Nationale Assemblee vormende conform onze grondwet, de wetgevende macht, gewerkt aan de wijziging van onze grondwet en wijziging van de kiesregeling. De kiesregeling, zoals ik reeds heb aangegeven, werd na deze beslissing op 25 oktober 2023 gewijzigd, of nader gewijzigd. Maar
daarna bleken nog enkele zaken overeind te bestaan die ook gewijzigd moesten worden. Vandaar dat de wetgevende macht wederom werk heeft verzet om de kiesregeling nader te wijzigen. En deze nadere wijziging heeft plaatsgehad bij wet van 31 mei 2024, welke op 31 mei inderdaad is gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname en op 1 juni 2024 in werking is getreden. Het kiesstelsel is gewijzigd met deze wijzigingen. Nu kennen wij in Suriname voor de kandidaten voor van de Nationale Assemblée. Die worden gekozen op basis van een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Er is een landelijke evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelde met voorkeursstemmen. En dit is geregeld in artikel 131 van de kiesregeling. Verder is wat betreft de verkiezing van de resortraden, dat kiesstelsel ook gewijzigd. Dat is vastgelegd in artikel 129 van de kiesregeling. En daar geldt ook hetzelfde stelsel, evenredige vertegenwoordiging met grootste gemiddelde en voorkeurstemmen. Er zijn enkele cruciale wijzigingen die hebben plaatsgehad en die willen we in het kort aan u voorhouden. Bij de wijziging van de kiesregeling op 25 oktober 2023 is het Centraal Hoofdstembureau belast met de kandidaatstelling van de Nationale Assemblée. Dus de leden, de kandidaatstelling voor de leden van de Nationale Assemblée geschiedde voorheen bij de hoofdstembureaus in de districten. Nu zal dat allemaal bij het Centraal Hoofdstembureau moeten geschieden. Dus dat is een belangrijke wijziging. Voor de kandidaatstelling van de RR zijn de hoofdstembureaus in de districten nog steeds belast. Een belangrijke wijziging die ook is meegenomen bij deze wijzigingen betreft de loting. U weet, nadat de kandidaatstelling heeft plaatsgehad, moet er loting plaatsvinden om de volgorde op van de politieke organisaties op de stembiljet, op die stembiljetten te kunnen bepalen. Nu, voorheen hadden we twee lotingen. Eén op DNA-niveau, DNA-stembiljetniveau en een loting op RR-stembiljetniveau. Nu geschiedt de loting bij het Centrale Hoofdstembureau of door het Centrale Hoofdstembureau. En er is slechts één loting. Dus wanneer één loting heeft plaatsgehad en er een volgorde daaruit voort is gevloeid, die volgorde wordt dan gehanteerd zowel op het stembiljet van DNA als op het stembiljet van de RR. Dus dat is een belangrijke wijziging die is doorgevoerd. Verder een andere wijziging dat de hoofdstembureaus in de districten die functioneren nu onder verantwoordelijkheid van het Centraal Hoofdstembureau. Voorheen waren ze een zelfstandige autoriteit. Nu zijn ze eigenlijk verantwoording verschuldigd aan het Centraal Hoofdstembureau. En daarom, met al deze wijzigingen, zal het onafhankelijk kiesbureau meer dan voorheen het geval is geweest, haar toezicht en communicatie met CHS opvoeren. In de kiesregeling is ook opgenomen dat wanneer een politieke organisatie de waarborgsom niet heeft betaald, dat het Centraal Hoofdstembureau die politieke organisatie nu op grond van de wet moet weigeren voor deelname aan de verkiezingen. Dit was niet geregeld in decreet politieke organisaties, nog in een andere wet. Dus, en dat heeft in het verleden gezorgd voor wat problemen. Die lacune is nu weggemaakt en het is nu duidelijk opgenomen dat een politieke organisatie die niet voldoet aan de verplichting van waarborgsom, dat het Centraal Hoofdstembureau de bevoegdheid bezit om deze politieke organisatie te weigeren.
van registratie in haar openbaar register. Er zijn ook wijzigingen met betrekking tot stembussen. Vroeger, voorheen hebben wij de melkbussen gekend. Nu komen er transparante stembussen. En die worden afgesloten met kabelbinders. En deze kabelbinders zullen voorzien zijn van serienummers. En deze serienummers zullen ervoor zorgen dat verbreking dan wel fraude voorkomen wordt. En wat wij ook hebben gemerkt als het onafhankelijk kiesbureau is dat met de wijziging van de kiesregeling nu de taken van het Centraal Hoofdstembureau goed geregeld is. In het verleden hebben wij ook meegemaakt dat vanwege onduidelijkheid in taken van het Centraal Hoofdstembureau er problemen zijn verrezen en die problemen moeten nu tot het verleden behoren. Deze zijn enkele belangrijke informatie die ik met u wenste te delen. Het OKB heeft naar aanleiding van al deze wijzigingen gebrainstormd en is nog steeds aan het brainstormen hoe zij haar werkzaamheden verder zal inrichten, hoe zij haar toezicht verder zal inrichten. Enkele zaken moeten nog gebeuren. Bijvoorbeeld het kiesbesluit moet nog nader gewijzigd worden. Dat is in voorbereiding, heb ik begrepen. Maar het staat vast dat het kiesbesluit nader gewijzigd zal moeten worden om uitvoering te kunnen geven aan een aantal bepalingen uit de kiesregeling. Dat moet nog komen en we zullen zien hoe snel dat afgerond zal zijn, zodat alle actoren die daarmee moeten werken met de nodige snelheid en voortvarendheid invulling kunnen geven aan hun taken die voortvloeien uit deze wettelijke regelingen. Het OKB, de grootste taak van het onafhankelijk kiesbureau, of de voornaamste taak van het onafhankelijk kiesbureau, is het houden van toezicht op alle facetten van het verkiezingsgebeuren. Ik heb reeds aangegeven, binnen de verkiezingscyclus hebben we 3 fasen. Binnen alle 3 fasen houdt het onafhankelijk kiesbureau toezicht en dat toezicht zal geïntensiveerd worden. Het onafhankelijk kiesbureau is al begonnen een paar jaar geleden met het uitvoeren van haar activiteiten en dat loopt behoorlijk vlot. Zo zijn er bezoeken afgelegd aan CBB-kantoren in de diverse districten. Er zijn bezoeken afgelegd op het Centrale Hoofdstembureau. Er zijn gesprekken gevoerd met de deken van het korps districtscommissarissen. Er zijn gesprekken gevoerd met leden van korps diplomatiek. Er zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn gesprekken gevoerd met het Centraal Hoofdstembureau. En zo is het onafhankelijk kiesbureau bezig om haar werk uit te zetten. Er zijn ook controlewerkzaamheden uitgevoerd voor wat het kiezersregister betreft. Kiezersregister, daaruit vloeien voort de kiezerslijsten. En let wel, de kiezerslijsten, zeggen wij, vormen de ruggengraat van de verkiezingen. Kiezerslijsten moeten goed zijn, uitermate goed moet ik zeggen. En het OKB controleert de kiezerslijsten. In 2021 heeft het OKB controles uitgevoerd. De resultaten van die controles zijn aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken om tot aanvulling dan wel verbetering over te gaan. Thans is het onafhankelijk kiesbureau wederom bezig met het controleren van het kiezersregister en op zeer korte termijn worden de resultaten van dat onderzoek ook gepresenteerd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het OKB gaat binnenkort ook starten, al dan niet in samenwerking met andere verkiezingsactoren, met het bezoeken van belangrijke locaties in het veld, bijvoorbeeld waar stembureaus gevestigd zullen zijn, voldoen ze aan de criteria om als stembureaus te kunnen dienen of niet. Die zaken zullen worden vastgelegd en er zullen aan de hand daarvan gesprekken worden gevoerd met de actoren die daarvoor verantwoordelijk zijn. De
stembureaus moeten toegankelijk zijn, wegen moeten goed zijn, sanitage en dat soort zaken moeten zijn belangrijk, want een stembureau dient te voldoen aan de minimale vereisten die menswaardig zijn. En die zaken, op die zaken zal het onafhankelijk kiesbureau zeker letten. Dat zijn de enkele belangrijke zaken die ik wenste door te geven, met u te delen althans. En wij kijken uit naar vragen die u erzijds mochten bestaan. Dank u wel. Dank u wel. Beste mensen, dat was de toespraak van de voorzitter. En wij vangen dan aan met de eerste vragenronde. Als u gaat staan, uw naam en het mediahuis welke u vertegenwoordigt. Gil Eek, Sunweb TV. Goedemiddag. We hebben het allemaal gevolgd, maar we weten natuurlijk ook dat de kwestie die erg actueel is op dit moment de NPS is. Uit alles wat u heeft aangegeven heb ik niet kunnen opmaken of dat nou wel of niet een van uw taken is. Het goedkeuren van de statuten van een politieke partij. Ja, het goedkeuren van de statuten van een politieke organisatie of OKB de bevoegdheid bezit om statuten goed te keuren. Het OKB, laat mij zo beginnen, het OKB keurt geen statuten goed. Het OKB is bij decreet politieke organisaties taken toebedeeld. En het OKB zorgt ervoor dat zij conform haar taken vastgelegd in het decreet politieke organisaties of de wet op de politieke organisaties haar taken volbrengt. En een van de taken is het registreren van politieke organisaties. Wanneer politieke organisaties, de wet schrijft trouwens ook voor dat politieke organisaties in het openbaar register van het, dat bijgehouden wordt door het onafhankelijk kiesbureau zich dienen te registreren. In dat register. En wanneer een politieke organisatie, de wet geeft aan dat een politieke organisatie voor die registratie documenten moet aanbieden aan het onafhankelijk kiesbureau. Die documenten, wanneer die worden aangeboden aan het onafhankelijk kiesbureau voor registratie, toets het onafhankelijk kiesbureau de documenten op basis van deze wet. En wat houdt die toetsing in? Die toetsing houdt in het nagaan, want deze wet geeft enkele dwingend rechtelijke dingen vereisten. Er liggen dwingend rechtelijke bepalingen in deze wet. Die geven aan waaraan de documenten in deze statuten, huishoudelijk reglement en overige documenten van een politieke organisatie dienen te voldoen. In het bijzonder de statuten. Het OKB toets of aan die vereisten van de wet voldaan is of niet. Wanneer blijkt dat de statuten niet voldoen aan de vereisten zoals verankerd ligt in de wet, dan communiceert het onafhankelijk kiesbureau met de politieke organisatie en geeft aan om, althans biedt de politieke organisatie of de betreffende politieke organisatie in de gelegenheid om die zaken eerst recht te trekken en dan wederom die stukken aan te bieden voor registratie in het openbaar register. Dus dat is wat de wet voorschrijft en dat is precies de taak wat het OKB uitoefent. Ja? Ik heb nog een vraag. De NPS doet al heel lang mee aan de verkiezingen en de statuten waren dus goedgekeurd door de president. Dat is dus ook wat naar voren wordt gebracht. Wanneer het OKB nu na jaren ineens hiermee komt, is er dan geen natrap naar de vorige voorzitters van het OKB? Laat mij deze vraag zo beantwoorden. Decreet politieke organisaties is een wet die in 1987 tot stand is gekomen. Het is in 2019 gewijzigd. Bij de wijziging in 2019 zijn er bepalingen daarin een artikel opgenomen dat aangeeft dat
een politieke organisatie in 3 gevallen zich opnieuw dient te registreren. Welke zijn die 3 gevallen, situaties? 1. Wanneer een politieke organisatie 2 achtereenvolgende verkiezingen niet heeft deelgenomen. Dat is de eerste situatie. Tweede situatie waarin een politieke organisatie zich opnieuw moet registreren bij het OKW, is wanneer hij of zij een statutenwijziging ondergaat. Derde situatie is wanneer een politieke organisatie haar huishoudelijk reglement wijzigt. De politieke organisatie waarover u heeft recentelijk haar statuten gewijzigd, dus conform de wet dient die politieke organisatie zich opnieuw te registreren. En dat is ook wat de Nationale Partij Suriname heeft gedaan. Ze hebben conform de wet een verzoek ingediend bij het OKW voor opnieuw registreren. Zoals de wet dat vereist, wanneer een politieke organisatie een verzoek doet tot registratie in het openbaar register, is het OKB genoodzaakt om te gaan toetsen op basis van de taken haar toebedeeld in die wet. En bij die toetsing hebben we gemerkt dat die politieke organisatie op 1 punt niet voldeed. Als aan de statuten vermelde een van de belangrijke vereisten of de dwingend rechtelijke vereisten van de wet niet. En die politieke organisatie is door het onafhankelijk kiesbureau in de gelegenheid gesteld om dat in orde te maken en wederom aan te bieden aan het OKB, zodat de registratie kan plaatsvinden. In de samenleving, we hebben de mediaberichten ook gevolgd, blijkt heel wat misvatting te bestaan. Er wordt gesproken over weigering van NPS. Het OKB heeft NPS nooit geweigerd. NPS is in de gelegenheid gesteld om die leemte in haar statuten weg te nemen, in orde te maken, en dan gaat de registratie plaatsvinden. Dat is wat er speelt. En het is geen natrap aan voormalig OKB, want voormalig OKB heeft hetzelfde gedaan. In 2010 is op dit decreet politieke organisatie een staatsbesluit geslagen ter uitvoering van enkele bepalingen van het decreet politieke organisaties. En in dat staatsbesluit wordt aangegeven dat hoe het onafhankelijk kiesbureau de toetsing dient te verrichten. Trouwens, in de kritiek, er bestaat ook heel wat twijfels en discussies over mag OKB toetsen of mag OKB niet toetsen. Ik verwijs aan ieder naar het decreet politieke organisaties, waarin duidelijk is aangegeven dat er een toetsing plaatsvindt, dat beoordeling plaatsvindt, dat is het woord. Beoordeling is niets anders dan toetsing. Je gaat de documenten beoordelen. En in de afgelopen periode, vanaf 2015, en ik heb zeker 6 politieke organisaties gelist, die ik bij naam niet wens te noemen, maar ik zal u een indicatie geven wat zich heeft plaatsgehad. 11 maart 2015 is een politieke organisatie ook geweigerd op basis van het niet voldoen aan artikel 2 onder punt A en B van de decreet politieke organisaties en niet voldoen aan artikel 6 van de decreet politieke organisaties. 11 maart 2015, toen was dit OKB-team er niet. Dezelfde beoordeling heeft op 17 maart 2015 ook plaatsgehad. Daar is een andere politieke organisatie aangeschreven om haar statuten te gaan wijzigen, omdat die niet voldoet aan de artikelen 2 onder punt B en artikel 6 van de decreet politieke organisaties. 20 augustus 2019. Een derde politieke organisatie is ook aangeschreven om haar statuten in lijn te brengen
met artikel 2 onder punt C en artikel 6 van de decreet politieke organisaties. Op 18 maart 2020, 2 maanden voor de verkiezingen van 2020, krijgt een politieke organisatie ook een brief waarin wordt aangegeven, je kan nu nog, vooraas nog niet geregistreerd worden omdat je statuten niet conform de wet is. En daar ging het om dat artikel 2 onder punt B niet werd voldaan, aan de vereisten van artikel 2 punt B of onder B niet werd voldaan. Op 20 maart, 2 dagen daarna, 20 maart 2020, werd een andere politieke organisatie aangeschreven dat die vooralsnog niet geregistreerd kan worden, omdat de statuten de vereisten van artikel 2 B en C niet bevatten. Dus dit is geen nieuw ding wat wij gedaan hebben richting NPS. Het is een beoordeling die al 10 jaar zeker plaatsvindt. Vanaf 2010, toen het staatsbesluit in het leven is geroepen, vindt deze beoordeling plaats. En de registratie van politieke organisaties in het openbaar register vindt ook vanaf 2010 plaats, omdat het register toen in uitvoering kwam, middels dat staatsbesluit. Voorheen, voor 2010, bestond dat register er niet, omdat het model van dat register pas bij dat staatsbesluit van 2010 is vastgesteld. Dus wat dit OKB-team heeft gedaan, geschreven aan de politieke organisatie de Nationale Partij Suriname, om haar statuten in lijn te brengen met de vereisten van de decreet politieke organisatie, is geen nieuwigheid. Voorheen, ik heb u net voorgehouden een aantal gevallen waar dit zich reeds heeft plaatsgehad. Ik hoop hiermee de uw vraag te hebben beantwoord. Zijn er nog vragen? Ja. Levin van de Waardetijd. Werkterrein voor de periode van werken, je had het over 3 voor fase, de fase van verkiezing en een post-electorale fase. Wat is daar de onafhankelijkheid van het onafhankelijk kiesbureau ten opzichte van het ministerie van Binnenlandse Zaken? Heeft het OKB, want je had een IC-organisatie van de verkiezingen, heeft het OKB het volledig budget van de verkiezingen? Mag ik nog één vraag stellen? En je had het over toezicht op die dag en verbinding verklaren. Bij mij gaat het sec om die onafhankelijkheid. Waar eindigt die onafhankelijkheid van, of is die onafhankelijkheid volledig ten opzichte van het ministerie van Binnenlandse Zaken als het gaat om die 2 punten? Uw vragen zijn begrepen, de heer Lewin. Op uw eerste vraag in te gaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is namens de regering belast met de organisatie van de verkiezingen. Het organiseren geschiet door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Niet door het onafhankelijk kiesbureau. Laten we dat heel duidelijk stellen. De organisatie geschiet niet door het onafhankelijk kiesbureau. Het onafhankelijk kiesbureau houdt toezicht op de organisatie. Dat alles richtig, tijdig geschiet en dat alles transparant plaatsvindt. Ja, conform de wettelijke vereisten, conform de wet en regelgeving. Dat is de toezichtstaak van het onafhankelijk kiesbureau. En in dat opzicht kom ik dan op de beantwoording van uw tweede vraag. Het OKB is volledig onafhankelijk of opereert volledig onafhankelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus nogmaals, het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met de organisatiegedeelte. OKB is belast met het toezicht op de organisatie. En de uitvoering natuurlijk. Dank u wel. Wie kan ik het woord nu geven? Ja? Oké, dan wel luid genoeg. Ja, yes.
Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Gloria Botsen. Een vraagje aan de voorzitter, uiteraard. Twee vragen. In het nieuws gezegd dat het besluit goed en niet was. En een ander lid zegt dat het besluit was. Sorry. Toch wel? Ik ga toch vragen. Yes. Goed, u heeft gezegd het besluit was unaniem en een lid van uw organisatie zegt het was niet unaniem. Daarnaast noemt u net dat voorbeelden aan over eerder dat politieke partijen wel degelijk zijn aangesproken op het feit dat hun statuten niet in orde waren. U zegt dat u geen namen noemt. Waarom is dat? Is dat privacygevoelig? Ik denk dat het handig is voor de samenleving om precies te weten als u het verwijst naar dat moment, dat je ook die namen noemt van de politieke partijen. Dank u wel. Ja, laat mij uw eerste vraag beantwoorden over de unanimiteit van de besluitvorming. Er zijn het OKB ter zake van voor de behandeling van het verzoek van de politieke organisatie NPS is het onafhankelijk kiesbureau in vergadering bijeen geweest. En daarbij, voorafgaand aan de vergadering, heeft de commissie wetgeving van het onafhankelijk kiesbureau advies uitgebracht of voldaan is aan de wet of niet voldaan is aan de wet. In welke mate althans voldaan is aan de wet. Uit dat advies bleek duidelijk dat die politieke organisatie niet volledig voldaan heeft aan de wet en derhalve kon op dat moment geen stemming plaatsvinden. En OKB heeft ook niet gestemd. Waarom heeft OKB niet gestemd? OKB heeft de bevoegdheid niet om de wet te vertrouwen. OKB kan geen besluit nemen dat indruist tegen de wet. Dat kan niet. En daarom heeft OKB dat niet in stemming gebracht, omdat heel duidelijk was dat aan bepaalde vereisten van de wet niet is voldaan. Dat lid heeft kennelijk naar dat deel gerefereerd. Wat wel door het onafhankelijk kiesbureau in de vergadering is besloten, is dat die politieke organisatie aangeschreven wordt en uitgelegd wordt wat het mankement is en gevraagd wordt om dat in overeenstemming te brengen met de wet. En daarover is de vergadering eens geweest. En dat is precies dat deel waarnaar ik gerefereerd had tijdens mijn vraaggesprek met het medium. Dat is de situatie geweest. Tweede vraag van u. De namen van de partijen. Ja, dus kijk, ik heb de namen van de politieke organisaties niet genoemd, expliciet. Omdat ik die politieke organisaties niet in discrediet wil brengen. Door hun namen hier te noemen. Maar ik zal één noemen, omdat die politieke organisatie zelf een artikel op Staannieuws toen heeft laten publiceren. En dat is de politieke organisatie Stree. Nadat die politieke organisatie geweigerd was en aangeschreven was dat vooralsnog de registratie niet kan plaatsvinden, heeft die politieke organisatie besloten een artikel te schrijven. En dat artikel is nog steeds te vinden op online kunt u dat artikel vinden. En daarom, omdat die politieke organisatie dat zelf openbaar heeft gemaakt, vind ik het niet erg om althans heb ik de mogelijkheid om die naam te noemen. Maar daar heeft de politieke organisatie duidelijk uitgelegd in dat artikel wat zich heeft voorgedaan en waarom ze geweigerd zijn, etcetera, etcetera. Dus alles staat daar. Maar kijk, de andere politieke organisaties zijn niet naar buiten getreden en ik acht het niet gepast om hun namen dan te noemen. Maar wat ik net hier heb voorgehouden met feitelijkheden, dat is
gewoon de waarheid wat gebeurd is met die overige politieke organisaties. Eén naam heb ik net genoemd. En daarmee wil ik dan volstaan met bij de beantwoording van die vraag. Even, voorzitter, ik dacht dat de heer Lewin wou inhaken op deze tweede vraag of op die eerste vraag van mevrouw Botsen. Ja, u kunt ons natuurlijk verwijzen naar het decreet, maar ik dacht dat het bij de voorbeelden handig zou zijn als u even specifiek het aangegeven wat de mankementen waren. Dank u. Oké. Ik weet dat we twee vragen hadden gezegd, maar ik zie mevrouw Botsen wil ook een vervolgvraag stellen. Als er daarvoor wat ruimte is. Ja. Om te beginnen. Okay. Ik ben niet helemaal tevreden met uw antwoord. Want u geeft aan in discrediet brengen. Kunt u mij aangeven hoe je een politieke partij in discrediet brengt als je aangeeft dat statuten niet volledig waren? Ik snap dat niet zo goed. Zou wel aan mij liggen. Maar hoezo vindt u dat je dan een politieke partij in discrediet brengt? Nou, laat mij met de beantwoording van de eerste vraag beginnen. In artikel 2 van het decreet politieke organisaties is opgenomen, en ik lees uit die wet, onverminderd het bepaalde in artikel 1665 en volgende van het burgerlijk wetboek van Suriname en de door het ministerie van Justitie vastgestelde richtlijnen ter zake dienen statuten van een politieke organisatie nog te bevatten a. De verplichting van de bestuursorganen, in het bijzonder van de penningmeester en de verificatiecommissie, om jaarlijks een verslag of staat van inkomsten en uitgaven van de politieke organisatie te publiceren in het advertentieblad van de Republiek Suriname en in tenminste één in Suriname verschijnend dagblad. Dat is de eerste vereiste. 2. De verplichting van de bestuursorganen om het beginselprogramma en bij elke verkiezing het verkiezingsprogramma aan de bevolking bekend te maken. 3. De verplichting van een politieke organisatie om toegankelijk te zijn voor een ieder, ongeacht ras en religieuze overtuiging. Deze zijn de dwingendrechtelijke vereisten, zeggen we. Dat is een dwingendrechtelijke bepaling. Je kan hiervan niet afwijken. En deze bepaling, artikel 2, zegt dat de statuten deze voorwaarden moet bevatten. En wanneer wij toetsen en zien dat deze voorwaarden in de statuten niet voorkomen, dan vragen we de politieke organisaties, of de desbetreffende politieke organisatie, om haar statuten in overeenstemming te brengen met deze wet. Dat is het. Ja. En op de tweede vraag van mevrouw Botsen. Ja, mevrouw Botsen, nogmaals. Ik vind het niet correct om die namen van de politieke organisaties hier te noemen. Ik weet niet hoe de politieke organisaties dat zullen opvatten. Dus vandaar dat ik u vraag om mij te verontschuldigen daarvoor. Dank u wel. Mag uw naam en het mediahuis? Vishmani Thomas van Suriname Herald. U praat over beter samenwerking met het CHS. Hoe ziet die samenwerking er nu eruit? En hoe moet hij eigenlijk gaan worden? We praten over een verhaal, omdat we praten over een nieuw stelsel. Wanneer we praten over OKB als onafhankelijk orgaan, wat kost het allemaal voor jullie om jullie werk naar behoren te doen tijdens de komende verkiezing? En van waar komt het geld? Hebben jullie het begroot? Wat is het bedrag dat geraamd is? Dank u wel. Ik wil u vragen om, althans, laat mij even herhalen wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat bij de wetswijziging het CHS of het Centrale Hoofdstembureau meerdere taken zijn toebedeeld dan ze voorheen hadden. En die taken maken dat het onafhankelijk kiesbureau meer dan voorheen toezicht
zalen moeten gaan houden op het Centraal Hoofdstembureau. Althans de verrichtingen, de taken die CHS zal uitvoeren, dat het OKB daar meer dan voorheen toezicht zal moeten houden. Aan de andere kant heb ik gezegd dat dit maakt dat het OKB haar communicatie met CHS zal moeten gaan intensiveren. Want communicatie is een belangrijk middel om goede afstemmingen te kunnen plegen. Wat toezicht betreft is het OKB, heeft het OKB een policy. Want, en conform die policy voert het OKB haar toezicht uit. Maar nogmaals, de kiesregeling is recent gewijzigd. CHS heeft voorheen bepaalde taken niet uitgevoerd die ze nu toebedeeld heeft gekregen. Het OKB zal met CHS moeten communiceren hoe ver zij is, thans in welke fase zij verkeert, om die taken op adequate wijze te kunnen uitvoeren. Want de tijd dringt richting de verkiezingen en zaken moeten tijdig in place zijn, zeker wat de nieuwe taken betreft. Wat budget betreft, ja, OKB krijgt subsidie van, de regering en het OKB heeft de vrijheid om haar begroting op te stellen en die in te dienen aan de regering. En het OKB krijgt conform de goedgekeurde begroting haar gelden van de regering. Exact bedrag heb ik hier niet bij de hand, hoeveel OKB heeft gedaan. Maar het is in elk geval bij het opmaken van de begroting heeft het OKB gelet op de activiteiten die zij gaat ontplooien om adequaat toezicht te kunnen houden, althans adequaat toezicht te kunnen verzekeren. Al die taken die zij conform de wet is toebedeeld om die taken adequaat te kunnen uitvoeren. En per activiteit zijn bedragen, althans begrotingen gemaakt. Die komt op een generaal totaal en dat is ingediend bij de regering. Ja, dus ik heb de bedragen niet hier bij de hand, maar het OKB heeft wel erop toegezien dat de begroting zodanig is samengesteld dat zij met die begroting de samenleving adequaat toezicht kan verzekeren. Als u de begroting wenst, dan zal ik u moeten verwijzen naar het directoraat Algemene Zaken of de Algemene Zaken. Want, Oké, duidelijk. Voorzitter, staat u mij toe. U hebt het al gehoord. Het is niet onwelwillendheid, echter wordt u verwezen naar een ander orgaan in deze. Ja. De voorzitter heeft u verwezen naar een ander orgaan. Gelet op de tijd wil ik even vragen of er een andere vraag is van een ander mediahuis. Dus we gaan nog niet mogen weten hoeveel het gaat kosten. Sorry, uw naam en het mediahuis. René Gamper, Stanuws. Dank u. Goed. Op die recente structurenvergadering heeft de NPS natuurlijk haar klachten hierover geuit dat ze geweigerd zijn zich te registreren. En ze hadden ook gemeld dat ze zich van zich zouden laten horen. Heeft u inmiddels een reactie van ze gehad, een protestbrief? Moeten ze dat nog schrijven? Heeft het nog zin dat ze dat schrijven? Oh, en mogen we echt niet weten hoeveel dat toezichthouder ons het land gaat kosten? Ja,
Kijk, ik heb er iets aangegeven in mijn inleidend toespraak. Er geen zinsprake is geweest van weigering van de NPS tijdens het onafhankelijk kiesbureau. Daarvan is geen sprake. Dat de NPS naar het OKB zou schrijven daaromtrent, heb ik ook gelezen. Het is gepubliceerd. Tot nu toe hebben wij nog geen schrijven ontvangen. Kennelijk ontvangen wij dat binnenkort. Dus, en wat toezicht betreft, zo graag wens u te weten hoeveel geld nodig is voor het toezicht. Laat mij u een beeld schetsen en dan kunt u zelf een idee krijgen wat om en bij nodig zal zijn om al die taken te kunnen uitvoeren. We gaan landelijk toezichthouders moeten aanwijzen die voor het onafhankelijk kiesbureau zeker in de electorale fase op de dag der stemming, maar ook daarvoor en daarna toezicht zal moeten houden. Bij de afgelopen verkiezingen van 2020 heeft het onafhankelijk kiesbureau gebruik gemaakt van bijkans 750 toezichthouders landelijk. De ontwikkelingen, althans de discussies die thans gaande zijn, nopen ertoe om te geloven dat er kennelijk landelijk meerdere stembureaus zullen zijn dan tijdens de verkiezingen van 2020. Dat houdt in dat het OKB veel meer toezichthouders zal moeten aanwijzen om op elk stembureau adequaat toezicht te kunnen houden. Afhankelijk van het aantal stembureaus en daarbij ook medegenomen de hoofdstembureaus, toezicht op het CHS, toezicht in het veld, de pre-electorale toezichthouders die wij inzetten in het veld om een aantal zaken voor het OKB te controleren, maar ook na de stemmingsdag. Zolang er nog reden bestaat om toezicht door de toezichthouders te laten houden, worden de toezichthouders in het veld ingezet. En het is again afhankelijk van het aantal toezichthouders. Je moet rekening mee houden, huisvesting, transport, rantsoen. En als we praten over transport, dan praten we over transport te land, te water en via de lucht. De prijzen zijn vreselijk hoog, zeker als het gaat om luchttransport. Een simpele chartervlucht kost u in ettelijke duizenden nu. Verblijfplaatsen, dat zijn allemaal zaken wat betaald zullen moeten worden door het OKB om het toezicht op de dag der stemming te kunnen verzekeren en ook voor in de pre-electorale fase, voor de stemmingsdag met andere woorden, zal het OKB haar pre-electorale toezichthouders in het veld sturen om een aantal controlewerkzaamheden uit te voeren. Inspectie van de stembureaulocaties, de situatie waarin de stembureaus verkeren. Voldoen ze aan de vereisten of voldoen ze niet aan de vereisten? Toezicht in verschillende buurten, naar straatnaamborden, naar straatnaampalen, zijn die aanwezig? Want wanneer colportagewerkzaamheden beginnen, distributie van de oproepingskaarten, dan moeten straten gevonden kunnen worden door degenen die met de distributie van de oproepingskaarten belast zijn. Daarbij heb je ook nodig transportmiddelen, mankracht en alle overige zaken. Soms ook huisvesting als het gaat om verre districten, binnenland en dergelijke. Dus ook het huren van voertuigen, huren van boten, trainingen,
die allemaal gegeven moeten worden aan de toezichthouders. Want die moeten getraind worden op welke aspecten ze moeten letten. Voeding, drank, inhuren van deskundigen om de trainingen te kunnen verzorgen. Samenstelling van trainingshandleidingen. Huren van trainingslokaliteiten. Zijn net enkele zaken die ik noem. En al deze zaken hebben een prijskaartje. Dus ik heb hiermede ik hoop hiermede een beeld te hebben gegeven van enkele kostenposten die op de begrotingen komen. En natuurlijk, training van OKB-leden zelf is een belangrijk aspect. Training van de resourcecoördinatoren die ook ingezet worden. Alle overige voorzieningen die het OKB moet treffen om de verkiezingen, of althans adequaat toezicht te kunnen verzekeren. Bijvoorbeeld nutsvoorzieningen en dergelijke. Extra telefoonlijnen die betaald moeten worden. Communicatievoorzieningen ten behoeve van toezichthouders en coördinatoren. Al die zaken kosten geld. Dus ik hoop dat ik u een indicatie heb gegeven van de kostenposten. Maar exact ga ik u op dit moment niet kunnen aangeven hoe hoog de begroting is. Ik heb reeds aangegeven dat ik die informatie hier niet bij de hand heb. Oké, het gaat dus heel erg duur zijn. Maar weet u soms hoeveel de verkiezing van 2020, hoeveel heeft OKB daarbij uitgegeven? Weet u dat soms? Of BISA? Nee, ik weet niet hoeveel de totale verkiezing heeft gekost. Ik heb die cijfers niet bij de hand. U weet ook niet hoeveel OKB had moeten uitgeven toen? Nee, mij niet bekend. Oké. Zijn er... U bent al 3 keer aan de beurt geweest, meneer Lewin. Als de voorzitter de ruimte daar toch heeft. Ja, maar de afspraak was 2 en u hebt er al 3 gehad. Is er een ander media? Dus laten we even kijken, gelet op de tijd. Ja? Vanessa Emanuels van Radio 10. Alvast een opmerking met betrekking tot het niet noemen van het bedrag. Enkele van ons zijn live. En vanuit de samenleving zijn er dus allerlei opmerkingen en vragen. Dat dus in het kader van de openbaarheid van bestuur er geen transparantie schijnt te zijn. Hoe betrouwbaar... Hoe onafhankelijk is het OKB dan? En in het verlengde daarvan, hoe betrouwbaar? Is er iets dat ze te verbergen hebben? Dat zijn allemaal opmerkingen die dus worden gemaakt terwijl we live hier zijn. Dat wil ik even met jullie delen, zodat u weet wat het effect is van het niet beantwoorden van die belangrijke vraag. Mijn vraag nu is, is het OKB op schema gezien, behalve de wijziging van de kiesregeling, ook de andere wijzigingen die daaruit voortvloeien? Want als je dat vergelijkt met voorgaande verkiezingen, lijkt mij, u maakte net al de opmerking, het is kort dag, er is niet veel tijd meer over. Dan lijkt mij dat er weinig tijd is, want er zijn nog steeds veranderingen gaande. Dus hoe zitten we op schema? Zo ja, kunt u concreet aangeven of ja, hoe moet ik het zeggen, ons geruststellen? Ja, dus kijk... Het is over transparantie gesproken en over betrouwbaarheid. OKB is een orgaan dat altijd betrouwbaar is geweest en zal zijn. Wat transparantie betreft, ik denk dat het in voldoende mate bij u bekend zal zijn dat begrotingen allemaal in het openbaar worden behandeld. Dus de transparantie is altijd geboden. De begrotingen worden zelfs na de goedkeuring gepubliceerd. Dus de transparantie is daar. Over non-transparantie kan absoluut niet worden gesproken. Ik denk dat ik met deze opmerkingen kan volstaan. Wat uw tweede opmerking betreft, veranderingen zijn gaande, zijn we op schema. Het OKB is wel op schema met haar toezichtstaken. Er is inderdaad, naar de mening van het Onafhankelijk Kiesbureau, weinig tijd over. We zitten iets korter dan een jaar
als de datum 25 mei 2025 wordt, dan zitten we inderdaad korter dan een jaar voor de verkiezingen nu. En het ministerie van Binnenlandse Zaken, ik heb ook op de informatie wordt duidelijk ook gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij werken constant aan het organiseren van de verkiezingen. Er zijn wat beslissingen die nog kennelijk genomen moeten worden. Zoals ik reeds heb aangegeven, het kiesbesluit moet nog gewijzigd worden. Dus die zaken moeten in een rap tempo geschieden. Zodat de organisatie ook feilloos kan plaatsvinden binnen het tijdsbestek dat daarvoor is uitgetrokken. Trouwens, er is een wettelijke verkiezingskalender. Een verkiezingskalender waarin de wettelijke termijnen zijn vastgelegd. En wettelijk kan je die termijnen niet overschrijden. Dus het gaat, die termijnen ga je moeten nakomen als organisator van de verkiezingen. Ook voor het Centraal Hoofdstembureau gelden de termijnen. Er zijn beroepstermijnen die in de wet zijn genoemd. Maar voor de kandidaatstelling bijvoorbeeld zijn er termijnen, voor de terreinzagelegging zijn er termijnen, voor de indiening van de kiezerslijsten zijn er termijnen. Dus je bent gekoppeld, je bent verbonden aan wettelijke termijnen en je kan die termijnen niet overschrijden, anders ben je in non-compliance met de wet en dat kan nooit het geval zijn. Dus en deze vraag is eigenlijk deze vraag, dat tweede gedeelte van de vraag. Dus wat OKB betreft zijn wij op schema, maar wat de organisatie betreft, dan verwijs ik u voor deze vraag liever naar de organisator. Dank u wel. Dank u. Is er nog iemand die een eerste of tweede vraag te stellen heeft? Of nee? Is een vraag ter verduidelijking? Of een nieuwe vraag? Nieuwe. Dan wordt dit onze laatste vraag. Als ik kijk naar de zaal. Nee, meneer Lewin heeft een vierde vraag, zie ik. Hebt u de ruimte daartoe? Geeft u ons de ruimte daartoe? Goed, u heeft aangegeven, u heeft het niet bij de hand. U heeft opgezomd wat er allemaal kost en verwacht dus dat wij ongeveer zelf een indicatie hebben wat het gaat kosten. Wanneer heeft u het wel bij de hand? Kunnen we het alsnog achteraf krijgen van u, die begroting? Nou, de begroting gaat u achteraf zeker kunnen krijgen, want die, zoals ik reeds heb aangegeven, de begroting wordt gepubliceerd. Dus of je nou via OKB krijgt of via het ministerie van Binnenlandse Zaken, die in het Staatsblad die publicatie verricht, het wordt openbaar gemaakt wat begroot is. Dus de begroting kunt u ten alle tijde krijgen zodra het gepubliceerd is. Trouwens, bij de behandeling in de Nationale Assemblee krijgt u al een beeld, een indicatie wat de begrotingen zijn, et cetera. Ja, meneer ja. Lewin, onze hekkensluiter. Dit is echt teleurstellend, omdat in de politieke partijen mist er sowieso iets voor de politieke partijen dat ze aangeven wat een budget en zal zijn wat een campagne gaat kosten en zo. Elk land heeft dat. In Suriname mist dat en het mist ook bij het OKB. En je had het over transparantie, er is geen vraag maar een opmerking. Over transparantie, is altijd achteraf. U heeft een hele opzomming gegeven, ik weet te geloven dat u het hier heeft verzonnen. U heeft erover nagedacht en ik kan onmogelijk geloven dat er daar geen budget vooraf is voor bestemd. Dat is maar een opmerking. Maar vooral in dat decreet mist het bij politieke partijen en niet ook bij het toezichthoudend orgaan waar het budget zijn vooraf en niet achteraf. En mijn vraag heeft te maken met de media, dan maar één vraag. Ja, er gaat nou, bij verkiezingen, gaat er nogal bij de media, gaat er heel wat tussen OKB en op het veld, is er nog heel wat dat niet goed loopt. En dit is een nieuw team, en gelooft u me, ik zit er al de hele tijd op zeker al 4 of 5 verkiezingen meegemaakt. En het contact tussen OKB en de media, als dat een beetje beter kan bij de komende verkiezingen. En als we op tijd op de hoogte gehouden kunnen worden van zaken die zich op dat moment onvoorzien voordoen. En als er een contactpersoon is, want
De ene voorzitter is makkelijk te bereiken, de andere voorzitter niet. En iedereen verwijst naar de voorzitter. Dus als er een vraag is, ook als er een persoon die aangewezen kan worden, die niet zegt, maar voor die vraag moet hij naar de voorzitter. Maar die wel bevoegd is om antwoorden te geven. Prima, dank u wel, heer Lewin. We nemen uw suggestie mee, maar even op die opmerking van u een korte reactie te geven. U geeft aan dat er in het verleden problemen zijn ondervonden met, in de communicatie met het onafhankelijk kiesbureau. Ik wil zeker een gesprek hieromtrent met u voeren om meer over dat probleem te kunnen vernemen, wat de knelpunten zijn geweest. En omdat wij zeker voornemens zijn om alle knelpunten weg te werken, we willen juist een hele goede communicatielijn opzetten met de media. Want u bent een partner, u bent een belangrijke stakeholder in het geheel van de verkiezingen. En niet voor niemendal wordt de media als de vierde macht betiteld in de wereld. En dat is een positie die de media ook wereldwijd aan het verwerven is. Dus wij zijn zeker voornemens en menens om een hele goede communicatielijn met de media op te zetten. En we zullen natuurlijk ook intern die suggestie van u overnemen om een contactpersoon of meerdere contactpersonen aan te wijzen die de media te woord kan staan. En met mannen, ja. En natuurlijk, we zullen vaker met elkaar in communicatie hieromtrent zijn. Dit is niet de eerste en het laatste bijeenkomst waar OKB en media samenkomen. Goed, dank u wel. Dan rest mij alleen nog om deze persconferentie weer te sluiten en u te bedanken voor uw aanwezigheid en dat we redelijk goed op tijd zijn geweest en aan de afspraak hebben gehouden. Hartelijk dank. En een fijne middag verder. Dank u wel. Fijne middag verder.